De Mac-test. We hebben vorige keer de Amsterdam Admirals gehad. Dat was een groot succes. Bedankt nog, heren. En we hadden natuurlijk een schoonspringen met Edwin Jonge Jans. Edwin Jonge Jans. Jans, toch? Jans. Maar Jans. Ik zei toch Jans? Ik dacht dat je zei Jans. Jans, zei ik. En dat was natuurlijk ook fantastisch. Die duik, die deed ik geweldig. Dit keer sta ik hier bij Ankie van Grunsven. Tenminste, ze is daar. En ze heeft natuurlijk gauw plak gehaald bij de Olympische Spelen. We gaan even naar de toe. Dit is Bonfire. En daar heb je je grote succes mee gehaald. En die is nu, die doet nu niet meer mee. Nee. Waarom is dat nou? Want hoe oud is het paard? Cassian Bonfire is intussen 19 jaar oud en heeft afgelopen maart tijdens Indo-Brabant afscheid genomen. Maar, en jankende mensen heb ik gezien op de tribune. Jankende mensen van, och, Bonfire, daar gaat hij voor de laatste keer. Waarom? Want het is zo'n prachtig paard. Die kan toch lekker mee nog? Sommige topsporters kunnen toch ook langer mee. Hans van Breukelen heeft heel lang gekiept. Ging heel goed. Ja, je kan net zo lang doorgaan tot het niet meer gaat. Maar ik dacht, misschien kan ik op een hoogtepunt stoppen. En dat was Sydney. En toen had hij alles gewonnen. EK, WK, 10 keer Nederlands kampioen, 5 keer wereldbeker. En dan kan het alleen maar minder. En toen dacht ik, nou blijft hij maar lekker thuis. Kan hij lekker in de wei. Doe maar in je eigen broek. Ja, ik zie het. Het is even verschrikkelijk. Doe maar in je broek, toch? Het is een verschrikkelijke plak hier al. Hij gaat verdamme, Guido. Kom nou eens hier. Kom hier! Nou, geef me dan een klepje of een dingetje. Je bent niet getrouwd, hè? Nee. Komt het omdat je zoveel met die paarden bezig bent? Ja. Ja? Geen tijd. Maar de lust heb je dan ook niet? Of de lasten bedoel van de man. Zou ik maar zeggen. Maar jij schijnt het heel goed. Jij gaat er ook een te hebben. Nou. Maar dan nu de Mac-test. Ik zou heel graag op jou een ritje willen maken. Ik wijs naar hem. Nee, we hebben wel een ander paard voor je, maar Cassian Bonfire is mijn paard. En daar mag eigenlijk hier verder ook niemand op. Oh, dus, dat zijn de regels. Ja. Dat doe je niet. Nee. Heb je een ander... Ik heb een ander paard voor jou, maar ja? Ik moet wel heel even andere kleren aan. Ben je in de vrachtwagen om kleden? Nou, doe jij de keihard de deur dicht. Klaar? Ja, stinkt hier wel een beetje. Nou zeg, is dat nou niet een beetje een te klein paardje voor mij? Ach nee, ik kan het echt wel. Ankie, een grap. De kaartjes zitten er ook aan. Is een beetje te klein. Nou, mijn buik is te dik. Nou, ik moet zeggen, doe dat niet zeer voor zo'n lief diertje. Nee, die kan het wel uit. Oh, ja. Ah, oh. Ik kan het er niet op zitten, anders. Maar het is echt niet te zwaar. Nee, een Shetlander is ontzettend sterk en voor één rondje kan hij dat best af. Zo blij dat Viola Holt het programma niet presenteert. Eén rondje. En dan gaan we een maatje groeten. Kijk eens even. Kijk. Gewoon rustig. Ik ben toe aan een maatje groter. En deze echt, wat fantastisch. Bugs Bunny, dames en heren, zo lief. En hij kan er tegen, want het is een Shetlander en die kunnen daar tegen. Dus dat we al zo bang dat mensen dan weer denken, oh wat erg. Ach, wie is dit? Boyke. Boyke. Niet zo boos kijken, Boyke. Ah! Jongens. Nou, dat kwam niet van een cd'tje hoor. Ik ben zo bang dat ik mijn nek breek. Voor altijd. Hoppa, kijk, dit is in Nicolaas. Kijk eens, dat is zo irritant dat je dat dan weer niet krijgt. En mijn rechtervoetje alleen. Kijk, ik ben namelijk totaal niet bang. Niet bang. Totaal niet bang. Ik ben er klaar voor hoor. Je voet moet eruit. Oh, mijn voet moet eruit. Je mag nooit de teugel om je hand heen draaien. Want als je nu eraf valt, dan blijf je hangen. Je hand stil. Als je harder wil, geef je been. Handje stil houden. Je hand een beetje naar voren steken, loslaten en dan been eraan. En dan klik je en dan zeg je draf. Draf, zeg ik. Draf. Ja, zo hè? Ja. Maar ik zit er zo schommelig op. Dan ik word zo alsof ik een... Probeer het
gaan staan zitten in het ritme. Oké, okay, ja, ik snap het. Draf. 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 Handvrij. Ik denk dat de test geslaagd is als je daar in draf komt. Als ik in draf kom. Als ik in draf kom is het geslaagd. Oké, okay, dan ga ik er nu voor staan. Recht. Ga er maar recht voor. Dit is dan de Mac-test en daar gaat hij. Draf. Draf. Kom op. Ja? Oh man. Wint ik maar. Nou, Ankie, zeg eerlijk, ben ik geslaagd of niet? Ja, dit is echt. Stop maar. Oh, hey, dat doet hij goed. Kom even hier, draai even om. Zij moet je wel nog even oefenen. Ja? Ik wil je bedanken. Je hebt een prachtig bedrijf, een prachtige paarden. Je bent er zo ontzettend lief voor. Heb je nog één gouden tip voor al die jonge meisjes? Mijn nichtjes zitten ook te kijken. Die willen gewoon Ankie worden. Eén gouden tip. Nou, één gouden tip is dat je vooral heel veel plezier van paarden moet hebben. En niet paarden moet hebben om alleen maar te gebruiken, maar vooral om te genieten. Eet je ook paardenbiefstuk? Natuurlijk niet. Zo is het ook. Ankie, kus. Dag. Dankjewel. Ik ben weer niet geslaagd voor de Mac-test. En wat vind jij daarvan? Ja, u begrijpt, dit kwam van een cd'tje, want zijn mond ging niet open. Dit was de Mac-test. Tot volgende week.